Mannen in witte pakken, een auto die in beslag wordt genomen, technisch onderzoek dus, hier aan de Kasteleinenkampweg in Den Bosch. Want in dit pand van Pallas Financieel Advies ging het deze ochtend helemaal mis. Veel ophef, veel consternatie vanochtend hier op dit kleine bedrijventerrein in Den Bosch. Een arrestatieteam reed hier het parkeerterrein op en wilde een inval doen. Maar die inval die verliep iets anders dan verwacht. Dat ging niet zonder slag of stoot, dus ze hebben een breekijzer erbij gepakt. Ja, dat die echt de deur niet open wilde maken voor hun. Ze zijn daar naar binnen gegaan. Ik heb toen één schot gehoord. Eén schot en dat was het eigenlijk. Vervolgens zag ik een agent met een pijnlijke schouder. De politieagent die stond eigenlijk zijn vest uit te doen, ik weet niet waarom, misschien voor een spooronderzoek of dat hij ook echt gewond was. Dat kon ik niet goed zien en die man hebben ze met de ambulance gewoon afgevoerd op een brancard. Ja, die politieagent was inderdaad gewond, met een mes gestoken en dat allemaal omdat de politie afging op een melding van bedreiging. Maar hoe is het dan zo uit de hand gelopen? Daar ontstond kennelijk een schermutseling waarbij één van de agenten gewond raakte in zijn onderarm en om aan de levensdreigende situatie een eind te maken, heeft een andere agent een schot gelost. De agent kon met wat hechtingen aan zijn arm worden geholpen. De verdachte ligt nog steeds zwaar gewond in het ziekenhuis. De man zou werkzaam zijn geweest bij het bedrijf waar de inval heeft plaatsgevonden. Een heel normale man, een gewone man die ook onze zaken deed, zei het bedrijf, het garagebedrijf hier tegenover. Zij gissen dan ook naar de reden van de inval. En ook de politie wil meer duidelijkheid. Een melding van bedreiging die vervolgens compleet uit de hand loopt. De Rijksrecherche zal het onderzoek leiden en zal onder meer onderzoeken of de politie van Den Bosch daadwerkelijk een reden had om op de man te schieten.